Maarten. Maarten, hallo, met Jan Paparazzi van Jens in de Middag. Oh, ik dacht dat ik er van af was. Nee. Wat nu weer? Nou ja, stoor ik jou? Denk ja, ik niet... jij stoort altijd. In ieder geval, ik was een keer in Singapore en toen ben ik naar zo'n internetcafé gegaan om even een paar e-mailtjes te versturen. En daar hadden ze ook van die speakers naast die computer staan. En daar heb ik eventjes Veronica FM via het internet opgezocht. En het is daar 9 uur later of zoiets, of 10 uur. Dus toen zat ik naar jullie te luisteren. Naar Edo en naar mij? Ja, naar Edo en naar jou. Het was hartstikke leuk, dus in dat hele internetcafé daar in Singapore stonden jullie aan op een gegeven moment. Want ik had hem heel hard gezet natuurlijk. En het is me toch toevallig dat ik net die dag luisterde dat jullie iets leuks deden. Ach, maar zeker toevallig. Dat is toch ontzettend. Dat is toeval bestaat niet. Man dat je er bent. Want en toen dacht ik van nou, als ik weer terug ga en als ik weer terug ben, dan wil ik dat nog een keer horen, dat fragment. Want jullie hadden toen Maarten Spanjer gebeld. Ja. En dat wil ik graag nog even een keertje, of hebben jullie het al zelf al 80 keer uitgezonden? Nee, 1 keer. 1 keertje maar? 1 keertje. Ja. Dat was echt heel grappig. Ik weet niet waar jullie voor belden toen. Waar belde je voor, Jan? Ik weet het ook niet meer eerlijk gezegd. Weet je echt niet meer? Ja, daarvoor. Jan heeft echt, wat dat betreft, dat is ook een verandering. Vroeger had je zo'n sterk geheugen, maar nu ben je net een goudvis. Weet je, een geheugen van 3 seconden. Het is gewoon weg. Edo, wat is dat met hem? Wat heb je met hem gedaan? Voor een quizje of zo. In een quizje? Ja. Wat heb je met hem gedaan, Edo? Ik weet het ook niet, maar volgens mij sterven er dagelijks hersencellen af. Hersencellen af. Gaat het sneller na je 35 of zo? Bij wie? Bij mij? Ja. Nou, waarom? Wie ben ik? Nou, in ieder geval, ik weet niet waarvoor bellen, maar ik ga het gewoon uitzenden. Ik heb het nog niet gehoord, maar dat vond ik zo grappig. Zijn reactie was zo leuk. Nou, Maarten Spanjer, Jan met Maarten Spanjer. Met Maarten. Maarten, hallo, met Veronica FM. Goedemorgen, Jan Paparazzi. Hallo. Hallo. Ja. Stoor ik je? Nou, ik schrik een beetje van je. Ja, ik ook. Het is zo vroeg om zo opgewonden te doen. Dat is mijn vak, Maarten. Oh. Kijk, jouw vak is acteur. Ja. En mijn vak is... Jij moet opgewonden doen. Ja. Oh, ja. Ieder zijn vak, hè? Nee, ja, oké. Maar ik maak je toch niet wakker? Nee. Dat niet. Want je was er al even uit? Ja. Even voor een plasje, zeker? Nee, hoor. Nee, dat heb ik al lang 3 keer gedaan. Oh? Hey, Maarten. Is dit trouwens al... ik bedoel, wordt dit uitgezonden? Allemaal de bedoeling dat uitgezonden wordt, ja. Oh, dan moet je dat wel even van tevoren zeggen. Ja, we zijn nog niet met het gesprek begonnen. Oh, het wordt... Ja. Nee, maar wat bel je voor dan? Nou, ik erger me dood aan die commercials van jullie. Oh. Nou ja, dat moet jij toch lekker weten. Wat kan ik daaraan doen? Ja, wat kan mij schelen? Ik vind het leuk dat jij je zakken ermee vult. Zakken ermee vult? Dat is echt een Veronica-term, hè? Zijn we groot van geworden hier. Oh, nou hé. Zoek het lekker zelf uit, hè? Hey, Maarten, doe dat niet zo onaardig tegen me. Ja, ik vind het ook een beetje een rare manier om iemand te benaderen. Te schofferen, Jan. Dat is natuurlijk wel waar, maar je vindt je die spotjes vervelend. Dit was de tijd dat je die spotjes, die waren net begonnen toen, en die zag je iedere keer. Die met Rijk. Met Rijk en Maarten. Ja, dat is wel een leuke spot, leuke campagne. Wel, in het begin was er maar 1 van, en die zag je iedere commercial blok. Maar toen belde je nog een keer terug, toch? Gelijk, binnen een minuut. Met Maarten. Maarten, wat is dat nou voor een kort, stom telefoontje? Ik bedoel, van mij in Hilversum naar jou in Amsterdam, dat kost toch maar 12 cent? Hé man, zit mij niet lastig te vallen, idioot. Bemoei je met je eigen werk. Gek dat je er bent. Wat moet je nou eigenlijk? Waar val je me nou mee lastig? Wat kan mij ook schelen of je die spotje zelf niet leuk vindt? Ja, Maarten, doe dat niet zo onredelijk. Ik mag dat toch wel zeggen tegen je? Je spreekt... Ja, luister. Ja, ik ga jou toch ook niet lastig vallen thuis om te bellen van wat een kutprogramma je hebt? Nee, maar dat heb ik ook niet. Uit, idioot. Fantastisch. Dit blijft fantastisch. Ach, zo terecht ook dat hij je zo uitscholt. Dat niet meer mensen dat doen. Ik snap het niet, Jan. Nee, ik begrijp het ook niet. Ik moet het nog een keer horen. Ik vind het zo, dit komt zo, dit is zo. Ach man, schaar toch uit. Met Maarten. Maarten, wat is dat nou voor een kort, stom telefoontje? Ik bedoel, van mij in Hilversum naar jou in Amsterdam. Dat kost toch maar 12 cent? Hé man, zit mij niet lastig te vallen, idioot. Bemoei je met je eigen werk. Gek dat je er bent. Wat moet je nou eigenlijk? Waar val je me nou mee lastig? Wat kan mij schelen of je die spotje zelf niet leuk vindt? Ja, Maarten, doe dat niet zo onredelijk. Ik mag dat toch wel zeggen tegen je? Je spreekt... Ja, luister. Ja, ik ga jou toch ook niet lastig vallen thuis om te bellen van wat een kutprogramma je hebt? Nee, maar dat heb ik ook niet. Uit, idioot. Oh, ik vind het zo fantastisch. Ach man, schaar toch uit! Jij maar Maarten. Ik ga toch ook niet bellen, ja, kutprogramma, hè? Nee, maar luister. Fantastisch. Goeie reactie. Terecht ook. Hé man! Zo heb ik Edda ook wel eens aan de telefoon gehad. Je belde ik op, zei ik iets verkeerd. Hé
man, straatafgaard, schof dat je er bent. Erdo kan ook zo reageren, dat is echt een Amsterdammer. Is dat een Amsterdammer, maar het is Spanje? Ja, nou, zeker. Dan moet je niet meer fucken met die gasten. Man, schaarhaard! Man! Fantastisch. Maar waarom krijg je nou niet meer mensen zo tegen, Jan? Ja, iedereen doet maar mee, iedereen laat zich maar slachten door jou. Ja, iedereen denkt dat mensen denken toch dat ze er een bepaald voordeel bij hebben als ik ze toch even in de uitzending haal. Ja, ik heb hem nog nooit weten te ontdekken, Jan. Nou. We hebben zo om 7:15 ook weer een interview met Viola Holt. Dat schijnt ook weer geëscaleerd te zijn. En wat is het voordeel van Viola uit het interview dan? Ja. Ach man, schade! Minder dan, en ik mag je vragen, de radio waar je ook bent even harder zetten. Ja. Hummy van het Onderkreek met Maarten Spanje. Oh, nee, dit wordt weer erg. Radio harder, dit zit de ochtend, nee. Presenteert. Nee, die Maarten Spanje die gaat nog eens een keertje wat aandoen. Oh, nee. Met Maarten. Oh. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Met wie wilt u spreken? Nou, met wie wilt u spreken? Ik werd gebeld. Nou, helaas jammer. Ik belde u niet, dus ik hang weer gewoon op. En misschien kunt u verstand gebruiken als u uw vingers ergens opdrukt. U heeft nou, de stem van een heel dom iemand. Daar. En u heeft de stem van een kutwijf. Dat was weer een typische Maarten Spanjer belletje. Mag ik nog één keer? Met Maarten? Hallo. Ja? Hallo? Hallo? Met wie wilt u spreken? Nou, met wie wilt u spreken? Ik werd gebeld. Nou, helaas jammer, ik belde u niet, dus ik hang weer gewoon op. En misschien kunt u uw verstand gebruiken als u uw vingers ergens opdrukt. U heeft nou, de stem van een heel dom iemand. Daar. En u heeft de stem van een kutwijf. Die Maarten is zo, makkelijk van de leg te krijgen. Zo licht tot vlambaar. Godsamme. Klinkt als een kutwijf. Dat was belletje trekken. Kijk, Robert, dat was het stand van vanmiddag. Ze 4 mensen gebeld en niks opgeschoten. Dus je komt niet van de grond. Dan denk ik, ja, dan moet ik hem eigenlijk wel bellen. Nee. Maar het Spanje. Nee. Ja, maar ja, als nou niemand mee wil doen. En vorige keer deed hij best aardig mee. Hallo? Hey Maarten, wat denk je van de uitslag vanavond? Nederlands-Schotland. Godzonde, ren ik voor naar die kuttelefoon. Om weer het gezeik van jou. Wat denk je van de uitslag? Ben je net binnen? Ja. Waar ben je geweest? Gaat je geen reet aan. Waarom niet? Ja, waarom niet? Dat vragen jou toch ook niet? Ah ja, dat vragen we. We zijn niet bij elkaar op school gezeten. Ja, maar we kennen elkaar nou ondertussen wel een beetje, toch? We hebben zo'n leuk contact al een tijdje. Ja, nou, maar laten we het zo houden. Ik ken je nu goed genoeg, Piet. Piet Paparazzi. Idioot. Heb je astma of zo? Of zat je drukken? Och, jezus. Oh, mag je ook eens een stout jongetje zijn of vieze woordjes over de radio te schreeuwen? Ja, je bent zo kort. Oh, wat ben je toch een vervelend kereltje, Piet. Je bent zo. Laat mij met rust. Ik wens je een hoop uitslag. Oh, wat was dat een mooie reactie. Red, ik ga voor naar die kuttelefoon. Wat moet hij ook teleurgesteld zijn. Dat kan ik me zo goed indenken. Sta je ergens heel anders in het huis. Gaat die telefoon. Ren je. Stoot je nog aan een tafeltje. Valt een vaas op. En dan krijg je die. Ik moet het nog één keer horen. Wat is dat mooi. Oh. Hallo. Hey Maarten. Wat denk je van de uitslag vanavond? Nederlands-Schotland. Godzonde, dan ren ik voor naar die kuttelefoon. Prachtig. Oh, dit kan mijn hart niet hebben tegenwoordig meer. Wat is dit mooi, zeg. Ja. Nou. Wat is dit mooi. Ja, we staan nog steeds op stil. We staan nog steeds op stil. Ik sta voor naar die kuttelefoon.
Tot een teleurstelling. Hij dacht, er komt een vette snabbel aan. KPN even nodig, 15 ruggen voor 20 seconden. Top. Wat top zeg, hé. Ah. Afgelopen maandag was onze grote vriend Maarten Spanjer jarig in Amsterdam. Maarten Spanjer, altijd goed geluisterd. Wanneer was dat? Afgelopen? Afgelopen maandag was het. Begin van de week, ja. Maar dat is er niet van gekomen op een of andere manier. Ik heb hem wel gebeld op zijn verjaardag overigens. En laat me raden, hij nam de telefoon aan. Hij was natuurlijk thuis, want deze man, deze acteur, die 53 geworden is, hij is 1952, zit natuurlijk al jaren thuis te wachten op de telefoon gaat, blaast stof van de hoorn af, hij gaat weer een keer de telefoon. En ik belde hem om te feliciteren met zijn verjaardag, Robert. Ja, oh, oké. Okay, ja, nou, en als je wil weten hoe die reageren. Alright, here we go. Met Maarten. Maarten, met Jan Paparazzi. Gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, ja, ik ben weer thuis, ja, Jan Paparazzi. Ja. Je denkt zeker weer dat ik niks te doen heb? Nou ja, je bent jarig vandaag. Ja, ja. En ik denk, waar kan ik het cadeau ophalen? Komt goed, Maarten. Maar, ja, hoezo? Wat heb je voor cadeau? Laat ik je eerst even feliciteren namens iedereen van Jens in de Middag. Maar het cadeau. Ja, wat wil je hebben? Ja, dat hebben jullie toch al gezegd. Doe mij maar de DVD-box van Wim Sonneveld. De DVD-box van Wim Sonneveld? Ja. Ah, nee, okay. De CD-box, hè? Nee. DVD-box. Nee, de dure box, zeg maar. De DVD-box. Dure, ja, de ja. Dure. En waarom wil je die graag hebben? Nou, waarom, ja. Ik bedoel, je moet toch wat geven, of niet? Nou ja, Sonneveld is toch een man met humor voor mensen boven de 80. Ja, maar ja, om met jullie woorden te spreken, wat moet je als 53-jarige mislukte acteur, hè, moet je daar blij om worden? Nou, voel jij je een beetje jarig, Maarten, vandaag? Voel jij je wel eens jarig? Als ik jarig ben, op 14 mei voel ik me altijd jarig. 14 mei? Ja. Oké, nou ja, ik heb dat niet. Nee? Ja, jij bent een blije geit. Maar, ja. Ik ben van 14 bij 63 en jij bent van 24 oktober 1952, man. Toen liepen er nog dinosaurussen in Nederland rond. Jezus, Mina. Krijg ik ook nog een portie humor op mijn verjaardag geserveerd. Jezus, Mina. Heb je al een leuke dag gehad tot op heden? Of? Enig. Ja, vertel eens. Nou, mensen die aan de deur kwamen bellen terwijl ik op de wc zat. Dus ik heb het niet open gedaan. Hey, maar heb jij een drukke verjaardag of komt er bij jou sowieso geen hond? Ik heb weinig vrienden, ja, Jan. Dat dacht ik al, ja. En dat wil ik graag zo houden. Ja, maar ik denk toch een gezellig belletje van mij op je verjaardag? Ja, gezellig belletje, ja. Kijk, als je nou een kerel was geweest, dan had die DVD-box gewoon, had je aan de deur kunnen bellen. Dan had ik de deur open gedaan. Ja. En dan had die DVD-box en dan had jij gewoon al de laan uit moeten zijn. Dat ik niet hoef te bedanken, want dat is ook weer zo'n gedoe. Maar ik krijg alleen maar een lullig belletje en dat noem jij een leuk belletje. Een verjaardagsbelletje namens iedereen van Jens in de Middag. Ja. Maar waar is je baas of je meester? Robert bedoel je? Robert Jensen? Robert, ja. Het multitalent. Hè? Het grote multitalent. Ja, het gaat goed met hem, hè? Ja, kijk je nog wel eens regelmatig? Nou, ik heb laatst nog onder het seppen. Toen zat je als een makke lammetje zat je naast iemand op de... Oh ja, dat was Char, ja. Ja, ja. Ja, daar had je niet van terug, hè. Ja, dat was een mooie uitzending, hè. Sprakeloos, hè. Dat was een mooie uitzending, hè, met zo'n getalenteerde vrouw. God, een oplichter, zeg. Jezus, Mina. Geloof jij er niet dan? Nee, geloof jij het? Nou, ik was onder de indruk van er, hoor. Nou, ik was totaal niet onder de indruk. Ja, maar je bent ook een goedgelovig iemand, jij. Nou ja, hoe dat... Je laat je alles op je mouw spelen. Kijk, je wordt nu al een paar jaar misbruikt door die Robert Jens, als een pispaal. Maar je moet eens een keer... Je moet je een beetje meer als kerel gedragen. En dan niet zoals een uitgezakte aardappelzak op die bank zitten met die beentjes over elkaar. Dat heb ik je al eens eerder gezegd. Ja, maar toen heb je een paar keer naar me geluisterd. Toen zag je ineens dan kwam het in de buurt van enige mannelijkheid. En toen zakte je toch weer in. Kijk, zoals ik op die bank zit, zo zit ik thuis ook, zeg maar. Dan ben ik mezelf. Ja, nou, het is inderdaad zo dat voor veel mensen, ik zeg wel eens, blijf jezelf. Maar er zijn uitzonderingen. En bij jou zou ik zeggen, blijf in godsnaam niet jezelf. Nee, want? Nou, doe wat anders. Want als je jezelf bent, dan is dat ook niet te pruimen. Maar wat zou je me aanraden dan? Van de buis af. Ja? Gewoon weer in die kelder gaan zitten. Ja? En je zat geloof ik in het archief. En daar ben je goed in. Je hebt ook een beetje die stoffigheid. Een beetje dat muffige. Weet je wat al een hele verbetering zou zijn? Nou? Op gevaar af dat ik weekhartig word. Ja, ja, ja. Ten opzichte van jou. Ja, ja. Je zit nu elke dag op die bank, hè? Ja, ja. Ga er nou eens onder liggen. Daar zou het programma ook al heel erg van opknappen. Ja, denk je dat? Ja. Gewoon, ga nou eens gewoon vanavond onder die bank liggen. Onder de bank liggen? Ja. Nou, ik ga dat eens meenemen, Maarten. Ja. En je kan het ook nog een beetje met je baas overleggen. Ik denk zelfs, want die heeft, zeg maar, een paar hersencellen meer dan jij.
dat die daar het ook wel voor in is. Ja? Gewoon om te proberen. En is dat nou een succes, wat ik toch wel denk? Ja, ja, ja. Mag ik zeggen dat het programma er wel iets beter van wordt? Ja, als je mij niet meer ziet op die bank. Ja. Maar je ziet me toch al niet zoveel, nou, Maarten? Probeer het eerst nou eens nog niet helemaal onder die bank, maar dat alleen je schoenen eronder uitkomen. Ja, ja. Dan ga ik vanavond kijken. Ja, maar jij kijkt sowieso, want je hebt geen reet te doen in je leven. Ja, ga nou niet zo bij de hand weer doen tegen me. Ja, maar dat is toch zo? Advies. Nee, je probeert me alleen maar in een hoek te zetten als van... Jan, je bent een sukkel en Jan, je bent een dombo. Ja, maar dat is toch ook zo, Jan? Kom op. Jan, je bent mislukt en Jan, je kan niks. Nou, mislukt, dat heb je me niet horen zeggen. Want je bent als pispaal ben je redelijk gelukt, vind ik. Ja. Nou, Jan, ik ga vanavond kijken. Ja, maar jij hebt dus geen visite op je verjaardag vanavond? Nee. Je viert het helemaal alleen? Ja, heerlijk. Dat kan je niet menen, man. Dan kijk je toch wel in de spiegel voordat je naar bed gaat vanavond. Ik heb geen spiegels. Die barst als je erin kijkt? Och, ja, weer een poging tot humor. Koning humor slaat weer onverbiddelijk toe bij jou, hè, Jan? Ja, Maarten, maar... Jan, één nog een advies. Ja? Probeer je nou nooit op het glibberige pad van humor te begeven, want dan ga je gelijk op je bek. Oh ja? Ja, dat moet je niet doen. Maar Maarten, heb jij... Ik maak me toch een beetje zorgen om je, dat een man van 53... Dat heb je redelijk goed volgehouden, hoor. Dat je waarschijnlijk heb je ook instructies gehad van je meester. Van, Jan, ga jij nou niet leuk proberen te doen? Laat dat aan mij over, dat heb je heel lang volgehouden. Ja. Maar af en toe merk ik nog wel eens dat je een klein pogingetje doet om ook leuk te zijn. Ja, hoe vind je dat? Dat is lachen, hè? Moet je niet doen. Dan zit je te lachen thuis, hè? Nee, moet je gewoon niet doen. Als je zit te kijken en denk je, nou, Jan, die kan toch al wat? Nee, ik heb heel andere gedachten over jou. Wat dan? Nou, als ik bijvoorbeeld... met iemand de daad bedrijf. Ja. En ik wil nog wel eens vroegtijdig klaarkomen. Ja, maar daar heb ik dus oude mannenkwaal, een middel opgevonden. Oh ja? Ja, dan denk ik aan jou. En dan kan het nog wel eens heel lang duren. Ja, daar moet ik het mee doen vandaag. Nou, weet je wat jij doet, Jan? Bel jij nou eens die broer van Boudewijn Bugel op, hoe heet die? Menno. Ja. Want daar pas je ook prima in. Dan ga je lekker in je luier door de kamer lopen. Dan zien we je weer eens van de andere kant. Maarten, mag ik jou een hele fijne dag wensen? En veel gezondheid voor het nieuwe jaar in ieder geval. Ik heb mijn uiterste best gedaan om op mijn verjaardag nou eens eindelijk niet zelf op te hangen. Nee, Ik denk er moet ook wat afwisseling in het programma zijn. Ja. Kan jij tot slot nog even zeggen hoe je de rest van je verjaardag gaat meemaken? Het is nu maandagmiddag. Wat gaat er gebeuren in Huizen Spanjer? Ik denk dat ik weg ben. Vanavond, dus je hoeft me niet meer te bellen. Nee, oké, maar waar ga je dan uit eten in je eentje op je verjaardag, lekker gezellig? Ja, ik denk dat ik uit eten ga, ja. In je eentje lekker gezellig? In mijn eentje, ja. Op je verjaardag? Of met een oude nicht. Ja, ik vind het een beetje zielig eerlijk gezegd, maar ja, het past wel bij je. Nee, maar jij hoeft niks zielig te vinden. Het past wel een beetje bij je, het past wel een beetje als oude mislukte acteur. Ik ben liever een mislukte acteur als een gelukte pispaal. Jezus, man. Dat is hier eventjes iets. Dit is de kerstspecial die ik gemist heb. Ja, want je was ziek. Ik heb die gemist hebt. Want ik was ziek. Van onze luisteraars in Zuid-Afrika? Van Zuid-Afrika. Ik gemist heb niet. Grote kerstspecial. Special met een grote boom in de huis. groot groen boom. Baie mooi. Baie lieflijk boom. Blinken de ballen in boom? Oh, Basie, kom kijken. Basie, kom kijken. Nou, dus de kerstspecial heb ik gemist. En het is altijd iets wat ik ontzettend leuk vind. Dan gaat Jan belt dan de bekende Nederlanders. Goeie vrienden van de show. Goeie vrienden van de show. Belt hij op. En bent hij zijn prettige feestdagen. Wie hebben we hier, Jan? Maarten Spanjerober heb jij gemist. Ah. De vaste klant ondertussen bij de specials. Voetbalspecial, zomerspecial, vakantiespecial, kerstspecial. Maar wat ik zo leuk vond, want jij hebt namelijk, weet ik... Want hij zeurde altijd van... Stuur nou toch eens een leuk DVD-pakket op. Maarten wil niks voor niks doen. Dus hij heeft toen gezegd, ik bel hem voor de voetbalspecial. Stuur eens een leuk DVD-pakket op. En dat heb ik gedaan. Het kostte nog moeite gespaard. Die prijzenkast bij Radio Noordzee leeggeklauwd. Leuke DVD's opgestuurd. Wat van Walt Disney, Schippers van de Kameleon. Een leuke brief erbij, Maarten. Schermers van de Cameleon, daar zat hij zelf ook in. Ja. Dat is toch altijd leuk op deze idee. En wat had je nog meer? De Walt Disney, Donald Duck en zijn vriendjes. Donald Duck en zijn vriendjes. Assepoester en de 7D of zo. Weet je, echt een DVD-pakket. Een leuk ding, wat beste patiëntenkosten. Brief erbij, Maarten, om je goed te stemmen. Alvast, weet je wel, een prettige dagen. Tot horens, Jan Paparazzi. Nou, gestuurd, paar dagen later gebeld. Hallo? Prettige kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar, Maarten. Wat is er nou weer? Zet die radio's wat zachter, man. Hè? Zet die radio's wat zachter.
Hey, maar houden we dat gezeik? Want je hebt volgens mij nog iets bij me in de bus gegooid. De meest kinderachtige dvd's. Waar een kleuter van 5 nog treurig van wordt. En ik denk, dan ben ik er vanaf. Want ik was al bang dat je me prettige kerstdagen zou wensen. Ik wil helemaal geen prettige kerstdagen. Jij hebt een keer gevraagd van, stuur eens een leuk pakket op dvd's. Ja, maar dat heb je me niet goed verstaan. Ik zei een leuk pakket. Spannende films. Thrillers. Noem het maar op. Intelligente films. En dan krijg ik in mijn bus gedouwd. Een of andere assenpoester en de 7 geitjes. Schijt toch uit met die flauwekul. Ik denk, daar doe je wel een plezier mee. En Schippers van de Kameleon zat erin. Die had je nog niet, hè? Schippers van de Kameleon. Nee, die had ik nog niet. Die had ik ook nog nooit gezien. Nee, hoe vond je hem? Ik vond hem op dvd veel beter. Luister maar, jij zegt, stuur eens wat leuks op een leuk pakket dvd's. Ja, maar dan... Maar dan moet je echt wat leuks opsturen. Ik moet door helemaal het postkantoor om dit af te halen. Dit is het meest aanmoedige kerstpakket wat ik tot nu toe ontvangen heb. Maarten, laten we nou in redelijkheid een beetje de decembermaand doorgaan. Ik wil iets van jou weten. En om van jou een aardig antwoord te krijgen, Maarten, heb ik jou vorige week een prachtig pakket, een feestelijk prijzenpakket van Noordzee 100.7 FM laten sturen. Een drietal schitterende dvd's. Nou, als dit het prachtige prijzenpakket is van Noordzee FM, dan kunnen jullie beter ermee stoppen. Wat zeg je nou? Kut-dvd's. Ik denk, als ik dat nou aan jou gestuurd heb, bel ik jou even op een paar dagen later. Om jou prettige kerstdagen en het allerbeste... Ik wil helemaal geen prettige kerstdagen. En natuurlijk de onvermijdelijke vraag, Maarten. Wat ga je met de kerst doen? Nee, toch? Of wat eet je met de kerst? Nee, hè? Nou, Maarten, ook trouwens mij, het beste van het nieuwe jaar. Gezellig. We hebben helemaal naar het postkantoor gelopen voor die kut-tvd's. Hier doe ik liever bus. Nou, maar dan moeten we nog iets anders opsturen naar hem. Ja, wat? Ja, je had toch nog een ideetje, of was dat iets... Of wil je dat nog niet vertellen? Nee, dat ga ik nog niet vertellen. En je hebt hem toch niet gebeld, Jan? Ik heb Maarten Spanjer gebeld. Wat zeg jij, Latifa? Is het waar of niet? Dat is niet waar, geloof ik. Heb jij Maarten wel eens gehoord bij ons in het programma, of niet? Nee. Nou, Maarten is nog wel eens boos op Jan. Ons. Op Jan. En vooral op Jan, ja. Ja, die is er nou nooit boos. Ja, iedereen is boos op Jan, volgens mij, daar in het programma. Ja, iedereen heeft een hekel aan Jan. Jan is ook een makkelijk te haten persoon. Here we go. En Maarten. Oh, Maarten, een hele goede middag. Met Noordzee FM, Jan Paparazzi. Hallo. Paparazzi. Nou, jij bent wel de laatste waar ik op zit te wachten. Maarten, één korte vraag voor onze roddelquiz vandaag. Voor wat? Voor de roddelquiz. Nou, hou die rommel lekker bij je, man. Nee, luister nou eventjes, Maarten. Oh, nee. Hallo? Ja, Maarten, jij gaat er een gayfilm spelen, lees ik in een van de bladen. Is dat waar of niet waar? Nou, het is leuk dat jij als eerste daarop komt, want ik vind je altijd zo nichterig op die bank zitten naast de bekende gast. Maarten. Je moet eens leren om een beetje mannelijker erbij te gaan zitten. En niet die eeuwige smile om je mond. Kan je die niet eens van je gezicht vegen en dan gewoon de beentjes uit elkaar, rugrecht, beetje mannelijk erbij gaan zitten? Want het is echt geen gezicht. Ja, maar vind je het zelf ook niet, als jij jezelf terugziet? Ja, Maarten. Dan zit je er toch echt als een halve nicht bij. Ja, en wat dan nog, Maarten? En die smile om je mond, daar word je toch gek van? Maarten, ik ben een happy man. Een happy man. Oh, wat erg. Maarten, ik heb twee vragen aan je. Ja, nou ja. Ga je nou in die gayfilm spelen? Het staat in een van de bladen. Ga jij erin spelen? Ja, mijn naam wordt er niet in genoemd. Jouw naam wel. Ja, maar god, lees eens een keer een goed boek, man. Niet die kutblaadjes. Hey Maarten, de laatste vraag aan je. Ja? Ik ga me wat minder nichterig opstellen bij Jens op tv. Beloof je dat? Ja, als jij dan in die stoel naast me komt zitten volgend seizoen. Ja, en dan dan moet ik aansluiten bij al die idioten, de Patty Bratz van deze wereld. Verschrikkelijk. Maarten, leuk man. Het is altijd gezellig. Leuk, ja. Nou, okay. Na afloop serveren we een biertje voor je. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Top, Maarten. 5000 euro. Hé? Nee, 5000 euro doe ik het. Ik ben niet van de KPN. Dag Jan. Maarten. Nee. Nou, het viel me allemaal nog heel erg mee. Ja. Ja, want het was normaal gesproken is het afhalen, schoflallen met rust. Ik informeer toch ook niet over jouw klote programma, hoe dat gaat. Hé, hey, Latifa, die had je wel helemaal goed weer, toch? Ja, ja. Nou, wat hebben we gedaan? Er zijn een aantal redactieleden van mijn tv-programma zijn bij hem langs geweest om erover te praten. En ze boden hem een taart aan met mijn gezicht erop en de hele rotzooi. Nou, en toen kreeg ik dus van mijn redactie te horen van, je moet hem live in de uitzending bellen tussen 4 en 5. En hij wil je wat tegen je zeggen. Dus nou ja, ik begon gewoon te bellen.
Tussen 4 en 5 moest ik bellen. Met Maarten? Maarten Spanjer, met Robert Jensen. Hallo. Hallo jongen. Wat is er? Nou, we zijn live in de uitzending, 4:10. Ja? Het schijnt dat ik jou moest terugbellen. Dat hoorde ik vandaag van iemand van de tv-redactie van mijn tv-programma. Ja, nou moet je horen, kijk, ik bedoel... Ik vind dit weer zo'n goedkope truc om iemand te paaien voor je programma. Om wat? Met een taart langs te komen en een nagemaakte cheque van 5000 euro. Oh ja. Dus, en dan denk ik, en het allerergste is nog dat er op die taart nog een portret van het opgeblazen dranko van jou zat. Van mij ja. En dacht jij dan echt dat ik die taart dan zou aannemen? Scheid toch uit man. Nou, ik denk dat is een leuke geste. Ja, ik heb het zelf niet verzonnen natuurlijk. Oh, nou, ik, dat is nog erger. Ja, nee, ik heb het zelf niet verzonnen. Maar iemand van de tv-redactie die had dat. Je weet zo'n redactie van zo'n tv-programma. Ja, die gasten die werken hard. En maar jij weet toch wel waar de taarten worden uitgedeeld met jouw bolle hoofd erop? Nee, ik heb gezegd, joh, deel het aan iedereen uit die jullie willen. Ik vind het allemaal leuk. Ik vond het een leuk idee. En ja, ga maar langs met die taarten. Dus ze zijn ook bij jou langsgekomen. Want ik heb gezegd, ja, die Maarten, dat lijkt me gewoon leuk om die een keer in de tv-uitzending. En hij zei ook al dat hij wilde komen. Ja, voor 5000 euro. Wil je 5000 euro ervoor hebben? Ja, natuurlijk. Waarom dacht je anders dat ik in je programma zou gaan zitten. Voor mijn plezier. Heb je dat geld zo nodig, Maarten? Nee, helemaal niet. Maar ik vind gewoon, dat moet je gewoon zien als een soort, hoe noem je dat? Optreden. Hoe noem je dat nou? Smartengeld. Smartengeld? Ja. Smartengeld? Ja, natuurlijk. Maar dat wil je niet gewoon, nee, maar het leuk vindt. Kijk, die jongens, daar was overigens niks mis mee. Die heb ik zelfs nog naar binnen gehaald voor een kop koffie. Oh ja, echt waar? Ja, maar die waren ook weer niet mijn kamer uit te slaan. Dus dat heeft me nog een hele avond gekost. Oh, jullie hebben echt doorgezakt met z'n allen. Ja, maar die hebben me heel lief uitgelegd dat er geen geld was. Ja. Maar hoe komt het dan dat jij dan wel in een cabriolet Mercedes, de PC Hoofdstraat, in en uit rijdt? Ja. Ik bedoel, als er dan geen geld is, nou verkoop dan dat ding en geef het geld aan de gasten. Kijk, of nodig, want ze zeiden ja, Kim Holland en Monique Sluiter, die vragen ook geen geld. Nee, die geven geld toe om in het programma te zitten. En ze vragen welk programma, dat maakt ze niet uit. Nee. En vraag ze dan ook geld en geef dat dan aan mij en dan kan ik in je programma komen. Dus jij wil echt gewoon geld hebben? Ondanks het valt me niet lastig met taarten. Nee, ik wil helemaal geen geld hebben. Ondanks het feit, Maarten, dat je al zoveel geld verdiend hebt met die spotjes van de KPN en dat soort dingen, dat je, hè? De reden dat ze bijna de afgrond zijn gekomen. Een succesvolle filmrol. Nog steeds heb je dat geld nodig. Ik dacht van misschien vind je dat... Dat was low budget trouwens. Was dat low budget, die commercials? Nee, die Chameleon. Oh, de Chameleon. Oh, ja. Ja, daar speel je ook nog in. Daar komt natuurlijk ook een hoop geld op binnen. Kaskrakertje. Kaskraker, het succesvolste Nederlandse jeugd van alle tijden. Dankzij Maarten. En dan moet ik nog gaan... En dan ga je nog een beginnend tv-maker, die ga je nog eens eventjes 5000 gulden. Een beginnend tv-maker, dan is het helemaal een schande dat je in een Mercedes cabriolet rijdt. Je hebt nog niks bewezen, man. Nee, en nog wat, ik begon je haast nog af en toe een beetje leuk te vinden. Maar sinds die taart niet meer? Tot het moment, want het is natuurlijk heel makkelijk om mensen als Kim Holland en Monique Sluiter om die af te zeiken. Dat ik af te zeiken? Wat zit je nou weer dat ik ze af wil zeiken? Ze hebben het allebei hartstikke leuk vonden zijn. Maar op het moment dat Joop van den Ende bij je in de uitzending komt, dan begin je me toch een partij te slijmen. Ah, was dat niet een leuk gesprek, Maarten? Ja, een leuk gesprek, ja, maar daar gaat het niet om met een talkshow. Ja, maar ik zit helemaal niet mensen af te zeiken. Zo'n Kim Holland, die vond het fantastisch dat we het lekker over seks openlijk hebben. Ik heb hem nog laten slaan met een zweep door er. Ja, dat is toch niet, wie zat naar wie af te zeiken? Dat deed je ook op zo'n softe manier dat je amper met die zweep de kont raakte. Nou, weet je wat, Maarten, dan kom jij langs en dan mag jij met mij een zweep slaan. Ja, voor 5000 euro. Nee, gratis. En bovendien... Dat is dan je betaling, je mag me slaan. Ik heb al lang gepraat, het kost me te veel van mijn tijd, want... Ja, die KPN is duur, hè? Nee. Maar waarom ben je altijd zo kwaad als Jan Paparazzi opbelt? Oh ja, maar dat vind ik toch ook, Jezus Christus. Dat lijkt me nou echt iemand die bij wijze van spreken in het archief van de Veronica of zo begonnen is. Ja, dat klopt ook. Dat weet je. Oh, ja, hij volgt je ook gewoon, Jan. Hallo Maarten. Hallo Maarten, ja. Je laat zelfs in het promofilmpje afzeiken door je. Die als een soort hond achter je aan loopt. Nee, je hebt hem ooit wel eens de lindworm van Jensen genoemd, Jan. Ja, daar was je het ook nog mee eens, geloof ik. Ja, ik vond het erg grappig hoe je dat formuleerde. Maar nou, volgens mij ben je ook wel een grappige vent. Maar ik vind alleen, jij kan zo kwaad worden als Jan jou belt. Dat is niet te geloven. Ja,
Jezus, Mina. Ben je dan ook echt zo over de zeik? Moet ik dan vrolijk worden van Jan Paparazzi? Als die met die kutvragen van hem. Maar er zijn er die het leuk vinden als ik een keertje bel. Ja, dan vraag ik even hoe het gaat. Ken ze niet. In mijn kenniskring komen ze niet voor. Waar ze naartoe gaan op vakantie. En dan wil ik het met de kerst wil ik het wel eens goed maken. Weet je wel, wat gaan ze doen? Hebben ze voornemens voor het nieuwe jaar? Jan, weet je wat jij doet? Ga nou gewoon weer terugkruipen in het archief, in die kelder. En je hebt je weer laten misbruiken door Jensen voor een grijpstuivertje meer. En nogmaals, het gaat mij niet om geld. Het gaat mij alleen maar om smarte geld. En dat is het enige. 5000 euro moet je hebben. Je bent niet goedkoop. En niet meer met goedkope taarten met je bakkers erop, want daar heb ik helemaal niks aan. Alsof ik daarvan week zou moeten worden en dan in je programma zou komen. Nou, maar goed, weet je, want dan moet ik inderdaad even een zakelijke afweging maken. En ik vond het eigenlijk meer, het was meer een geste richting jou, dat jij een keertje weer in de spotlight bent. En dat jij weer eens een keertje... Heb ik geen enkele behoefte aan. Kijk, nee, 5000 euro, dat krijgen we er nooit uit natuurlijk. Ik bedoel, we zitten voor een redelijk jonge doelgroep en dan moet ik sowieso wel uitleggen wie je bent. Dus 5000 euro heb ik er niet voor over. Ik heb het meer dan... Weet nou, zelfs dan maar een klein Essinkop. Nee, die is ook al te oud. Die zit je ook af te zeiken. Dat is een van onze grootste sterren van dit moment. Okay. Oh ja, heb jij dat programma de TV Top 5 gezien, Maarten? Dat is toch geen talent, man? Nee, maar wel een ster. Ja, een ster, maar dat zijn ook die acteurs in goede tijden, slechte tijden. Maar ja, doen ze iets wat fantastisch, iets goeds, iets indrukwekkend? Nee, maar een klein Essink ook niet. Nee, nou ja, goed. Maar, wat vind jij nou echt, wat vind jij nou leuk op tv? Leuk op tv. Ja. Wat doe je eigenlijk op dit moment? 3:50? Woensdagmiddag, je bent thuis. Volwassen man. Ik zit mijn geld te tellen. Geld. Smarte geld. Oh wacht, er wordt gebeld. Ik krijg nu de deurwaarder in de deur. Moment, ik kom zo. Die Maarten. Het gaat opgelegd. Dat is Maarten. Licht ontvlambaar. Wat een figuur is dit, zeg. Licht ontvlambaar. Heb jij nog even die oude fragmenten van als je toen Jan hem belde? Heb je dat ergens hier? Je ziet toch wel dat het eigenlijk niet eens aan mij ligt alleen maar. Nee. Wat bij jou kan zo kwaad worden. Zo kort voor de wagen ineens, zodat hij uit kan vallen. Zo, niet normaal. Heb je hem daar of niet? Is dat hem? Je belt hem toch gewoon op. En zo boos wordt hij altijd. Hallo? Maarten! Met jouw paparazzi, ouwe rammer Maarten, luister. Ga je nog op vakantie dit jaar? Ik bel je voor de grote Jens in de middag vakantiespecial. Ik bel heel veel bekende Nederlanders met één centrale vraag. Gaan ze nog op vakantie dit jaar? En zo ja, waar gaan ze heen? Maarten Spanjer, vriend van Jens in de middag. Waar ga je heen deze zomer? De lijn wordt heel slecht, Jan. Nee, Maarten, nee. Waar ga je heen? Ga je niet. Waar ga je heen op vakantie dit jaar, Maarten? Het kraakt. Wacht even hoor. Anti-wat? Nee, vakantie. Oh, nou hoor ik het. Of ik op vakantie dit jaar ga. Ja! Had je me vorig jaar ook niet al over gebeld? Ja, maar het is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen bij Jensen in de middag. Lekker origineel allemaal. Maarten. Wat gaat het jou aan wat ik doe op vakantie? Nou ja, dat gaat mij niks aan, maar ik denk dat de luisteraars het leuk vinden om te weten waar Maarten Spanjer heen gaat dit jaar. Nee, dat vinden de luisteraars helemaal niet leuk. En voor die paar die het wel leuk vinden, waar ga je heen? Nou wordt je weer heel slecht, Lijn. Hé Maarten, doe nou even mee, man. Jo, ik bel Jan en alle man. Ik bel André van Duin. Ik ben Caroline Tensenbellen. Ja, maar Jan Paparazzi, je moet nou eens goed luisteren naar me. Ik ben Jan en alle man niet. En laat me met rust. Zo, dit is ongelooflijk. Ja, dit is bijna een grensgeval. Moet deze man niet opgenomen worden door de volksgezondheid? Zulke woede-uitbarstingen. Ja. Dat is gewoon een gevaar voor je omgeving. Ja. Dan. Hij wil 5000 euro om in het tv-programma te komen. Ja. Eigenlijk bellen morgen weer. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! Maarten met Robert, gefeliciteerd jongen. Godsamme, ik wist het. Ik hoorde het al aan die vervelende stem. Waarom in godsnaam ook op mijn verjaardag? Ik bedoel, Maarten. Gefeliciteerd, de jarige toezingen. Kan je nou niks origineels bedenken? Moet je nou horen. Het heeft geen enkele zin dat jij me feliciteert. Want? Want
Wat je, het minste wat je kan doen is gewoon een leuk pakket dvd's of zo. En zonder je naam erbij. En die neem ik dan in ontvangst. Maar niet van we gaan Maarten Spanje bellen om te feliciteren. En dan gaan zingen met z'n allen. Wat een klein burgerlijk zootje. Maar ik heb toch al een taart gestuurd? Ook bij jou, zie je? Ook naar mij. Oh, wat prachtig. Nee, laat maar, joh. Laat hem even lekker daar zitten stoom op die bank. Prachtig. Maarten. Maarten Spanje. Ja, wat je kan doen is een zootje dvd sturen. Zonder afzender ook. Dit is een happert. Dit is een jat. Dit is gewoon... Hij moet het allemaal hebben. Een inhalige gozer. 5000 euro om bij mij de show te komen, ja, als smartengeld. En nou weer een pakket dvd's. In plaats van goedkoop burgerlijk te worden toegezongen op de radio. Zelfs op een verjaardag. Verjaardag, Jens. Die Maarten. Goh, je snapt dat niet. Ik had het zo'n... Karavracht stront krijgen we overal zijn. Om niks. Je zou denken, op je verjaardag goed geluimd. Lang zal die leven. Oh nee, hè. En hij had hem eruit gehaald, de telefoon. Ja. Ja. Hij wist meteen dat wij het waren. Meteen wist hij dat wij het waren. Ja, ik ben een blij fan van Maarten, maar ik weet niet wat hij tegen ons heeft. Nou, ik blijf fan tot op zekere hoogte. Niet zo hoog, eerlijk gezegd. Hey, gefeliciteerd Maarten, van harte jongen. Yo, ik bel Jan en alle man. Ik bel André van Duin. Ik ben Caroli Tensenbellen. Ja, maar Jan Babracci, je moet nou eens goed luisteren naar me. Ik ben Jan en alle man niet. En laat me met rust. Dit is ongelooflijk. Dit is bijna een grensgeval. Moet deze man niet opgenomen worden door de volksgezondheid? Met zulke woedeuitbarstingen. Ja. Dat is gewoon een gevaar voor je omgeving, ja, ben je dan. Hij wil 5000 euro om in het tv-programma te komen. Ja. Eigenlijk bellen morgen weer. Met wie sluiten we af? Met wie kunnen we beter afsluiten voor de vaste luisteraars dan de man die we toch eigenlijk een paar keer per jaar bellen, ja, om eens te vragen hoe de vlag ervoor staat in het Amsterdamse Bijen. De beste vriend van Rijk de Gooier en vriend van Jens in de middag. Oh nee, daar gaan we. Maarten Spanjer. Oh nee. Oh nee, daar gaan we weer. Oh, dan wordt het weer. Maarten. Hallo. Maarten. Met Jan Paparazzi, ouwe rammer Maarten, luister, ga je nog op vakantie dit jaar? Ik bel je voor de grote Jens in de middag vakantiespecial. Ik bel heel veel bekende Nederlanders met één centrale vraag. Gaan ze nog op vakantie dit jaar? En zo ja, waar gaan ze heen? Maarten Spanjer, vriend van Jens in de middag. Waar ga je heen deze zomer? De lijn wordt heel slecht, Jan. Nee, Maarten, nee, waar ga je heen? Ik ga je niet. Waar ga je heen op vakantie dit jaar, Maarten? Het kraakt. Wacht even hoor. Anti-wat? Nee, vakantie. Oh, nou hoor ik het. Of ik op vakantie dit jaar ga. Ja. Had je me daar vorig jaar ook niet al over gebeld? Ja, maar het is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen bij Jensen in de middag. Lekker origineel allemaal. Maar Maarten. Wat gaat het jou aan wat ik doe op vakantie? Nou ja, dat gaat mij niks aan, maar ik denk dat de luisteraars het leuk vinden om te weten waar Maarten Spanjer heen gaat dit jaar. Nee, dat vinden de luisteraars helemaal niet leuk. En voor die paar die het wel leuk vinden, waar ga je heen? Nou wordt hij weer heel slecht, lijn. Hé, Maarten, doe nou even mee, man. Yo, ik bel Jan en alle man. Ik bel André van Duin. Ik ben Caroli Tensenbellen. Ja, maar Jan Babracci, je moet nou eens goed luisteren naar me. Ik ben Jan en alle man niet. En laat me met rust. Wij moeten nu echt ophouden. Dit gaat echt een keer fout, Jan. Hij staat een keer voor het dubbele mes. Ja, ja, we houden nu ook op. Het mag nu niet meer van mij. Ik verbied het nu. Ja. Ja, is toch niet... Ook niet over een maandje, hoe was je vakantie? Nee, maar het is zo grappig, het is zo grappig, maar dat gaat een keer fout. Die haat, die ervan uitgaat, als het enter, met dat, hoe hij dat eruit schreeuwt. Het kan niet meer, dit kan echt niet meer. Want het gaat echt, deze man, ja, die trekt dit niet. Dit is een emotioneel labiel figuur, joh. Ja, ja. Jezus. Ja, maar ik vond het pas redelijk goed gemaakt. Ja, dat was toch best aardig. In de roddelquiz, ja, dat hij in de game film ging spelen. Ja. En toen zijn we er overeengekomen dat hij bij jou komt zitten in de rode stoel. Ja. Vandaar dat ik hem en nu deze uitbarsting. Vriend van Jens in de middag. Ja, nu deze uitbarsting. Ja, ik vind het ook bizar, maar... Goh, wat is dat van die kwaad altijd? En waarom nou toch? Ja. Want je zegt met Jan en allemaal, je gooit hem in datzelfde rijtje als Caroli Tensen. Dan heeft hij zo'n hekel aan, weet je wel, dat soort types. Nou, jongens, dit was weer het einde van de vakantiespecial 2003. Dank u wel. Dank. Bedankt, we bedanken iedereen weer voor de medewerking. Alle BN'ers. Ik zeg tot volgend jaar. Oké, ik heb nu iets leuks. Nou, dat is de Jan Paparazzi's grote herfstspecial 2005.
Ja. Wat gaat bekend Nederland met de herfst doen? Nou, en met name hebben bekende Nederlanders last van depressieve gevoelens als de blaadjes gaan vallen. Kijk, op een dag als vandaag, Robert, is het toch de eerste herfstdag. Wat gaat er met heel veel mensen om? Nou, laten we het nog niet doen, maar het is wel een leuk idee. Nou, we kunnen wel even bellen met iemand, hoor. 10 over 5. Ik heb hier de telefoonnummer van iemand in Amsterdam die we al een tijd niet gesproken hebben. Maar. Jij kent hem al vaak, dus we proberen even. Of nee. Ja, even leuk, even lachen. Even kijken hoe het is ook. Gewoon doen, je kans. En dan ophangen. Nee, gewoon even zeggen of hij last heeft van een depressiespecial. Vind je niet? Je weet maar nooit, joh. Of hij thuis is, denk het wel. De grote Jensen in de middag herfstspecial. Hebben bekende Nederlanders last van depressieve gevoelens? Met Maarten. Maarten, hallo, met Jan Paparazzi van Jensen de Middag. Oh, ik dacht dat ik er van af was. Nee. Wat nu weer? Nou, stoor ik jou? Denk ja, ik niet. Jij stoort altijd. Nee, ik heb een korte vraag aan je eigenlijk. Voor de grote Jensen in de Middag herfstspecial 2005. Oh, hebben bekende Nederlanders last van depressieve gevoelens als de blaadjes gaan vallen? Alleen als jij belt, idioot. Nou, Maarten, dat kan je niet menen. Maarten! Nou, ik stel voor dat we er nog eens een belletje aan wagen nu. Ik vind het een beetje het antwoord waar ik geen genoegen mee neem, eerlijk gezegd. Ik dacht dat ik er vanaf was. Hij neemt niet meer op, denk ik. Ik vind dit echt niet leuk meer. Ik denk dat hij echt spuug zat is. En gewoon anoniem bellen, hè? Zo'n lafaard ben je wel. Nee, luister nou eventjes. Ja, maar dat je zelf niet gebeld kan worden. Nee, maar luister, dat komt... Luister, die depressieve man. Ja, nee, jij, dat vraag ik aan jou dus. Of bekende Nederlanders die vaak in de spotlight staan. En jij staat wat minder in de spotlight dan vroeger, eerlijk is eerlijk. Maar of jij nog steeds last hebt van... Ik hoor alweer gelach op de achtergrond. Jullie lachen wel heel gauw, hè, om elkaar schrappen, hè. Hé, maar het is donderdag, donderdagmiddag, maar... Een televisieprogramma. Ik was even nog geneigd om die Jensen leuk te vinden. Waarom laat hij mezelf niet bellen? Maar het is ook weer afgedaald, hè. Oh. Hoezo dan? Wat een niveau. Hey, heb je al een paar keer gekeken, Maarten, begrijp ik? Ja, verschrikkelijk. Wat vind je ervan? Nou, een paar keer gekeken, onder het zeppen door, hè. Lachen, altijd. God, wat was er nou laatst? Dat was weer echt een niveau. Oh ja, met dat hockey-elftal. Ja, dat was leuk, hè, met die dames. Samen. Meneer Jen, ik bedoel, als ik die meiden was, dan ga je toch binnen 5 minuten ben je toch weg. Oh, en als jullie dan een zeepje laten vallen en dan gaan jullie bukken. Oh, wat ja. Jezus, wat een niveau zeg. En dan durf jij me nog te bellen met dat depressieve hoofd van je of ik depressief word van herfstbladeren. Natuurlijk word ik depressief als ik dat lullige stemmetje van je hoor. Gek dat je er bent. Nee, maar... En dan zet het natuurlijk weer op internet, hè, dan kunnen jullie weer genieten. Ik wil gewoon geld hebben voor dit optreden. Jij, een ordinaire... Ik word hier ongevraagd, word ik constant lastiggevallen door jou, paparazzi, papegaai. En het levert me geen cent op. En val me niet meer lastig, gek, want ik ben niet depressief, maar van jou word ik. Ja, maar het is donderdagmiddag, Maarten, en jij zit gewoon thuis. Als... Hallo, Maarten? Oh. Nou. Nou, laatste. Ja, nee, luister, ik hoef me door jou niet uit te laten kafferen. Ik hoef me door jou niet uit te laten. Ga je hok in, gek! Nou, dat was. Hij dacht dat hij eraf was, maar. Oh, maar het blijft voor mij toch een raadsel of deze man het nou leuk vindt of niet. Wat denk jij, Jan? Ja, ik denk dat hij het echt niet leuk vindt. Maar nee? Nee, ik denk het echt niet, nee. Want hij was echt blij dat hij er vanaf was. Weet je, want hij zit er natuurlijk echt niet op te wachten, laat ik het zo zeggen, op zo'n billetje van mij. Maar ik ben erachter gekomen wanneer hij jarig is en over een paar weken is hij jarig. Dus. Maar ik ga vanaf nu de contact weer een beetje aanhalen.
Wil je niet het leuke DVD-pakket weer eens opsturen? Met de Kameleon 2 erin. Wat dacht je, die heb ik nog niet. Ja. Kan je niet eens een keer een leuk CD-DVD-pakket? Godverdomme, helemaal van haar postkantoor. Het pakket past niet naar de brievenbus. Kameleon, zit er zelf in, lul. Wat denk je dat ik het nooit gezien had, die film? Het is echt eindeloos. Maar hij was op een gegeven moment om met de tv. Ja. Maar hij heeft nu weer eens gevonden wat hij niet leuk vindt. Maar wel een trouwe kijker. Ja, natuurlijk. Zal ik even bellen, omdat Joop van den Ende komt vanavond, even tegen hem zeggen. Oh, dan gaat die Jens weer zo slijmen bij hem. Even afmaken. Maarten, als je toch vanavond niks te doen hebt, mocht je in de buurt zijn van RTL 5. Oh god, je gaat hem weer bellen. Ja, waarom niet, Robert? Ik hoef hem toch niet te bidden met me eens. Ik ga hem niet uit laten kafferen door deze mislukte acteur die in 1980 voor het laatst in de bioscoop te bewonderen was. Ik vind het zo gênant. Weer paparazzi? Maarten, een hele goede donderdagmiddag. Ik heb even een dubbele whisky genomen. Hey Maarten, met mij ook. Ik ben er ook bij vandaag. Oh, ben je er ook bij? Ja, dat is toch leuk een keer. Ja, wat wil jij dan? Nee, ik wilde even zeggen dat vanavond Joop van den Ende te gast is. Nee. Ja, en dat hij zo lovend over jou spreekt vanavond. Ja, de grote Joop. Hoe weet je dat nu al? Is het al opgenomen? Ja, tuurlijk. Ik ga een beetje live zitten. Het is al opgenomen. Tuurlijk, ik moet natuurlijk die denken dat de gasten er goed uitkomen, die moet ik eruit knippen. En dan word je natuurlijk weer een hele brave schooljongen, hè, voor de grote Joop. Hè? Ik vind Joop een enorm inspirerende man. Ja, dan durf je niet meer zo'n grote bek te hebben van hoe vaak doe je het per dag, zoals je dat bij Kim Holland doet. Die arme man is al 30 jaar getrouwd, heeft 2 jonge kinderen. Of gaat hij vreemd? Dan moet je het even zeggen. Dan moet je het even zeggen, Maarten, want dan kan ik dat voor volgende keer in het interview meenemen. Maar ik heb geen één. Dat is ook je enige interesse of iemand vreemd gaat. Dat zeg jij dat ik hem moet vragen. Ik bedoel, wat jij presteerde bij dat hockeyelftal. Lachen. Dat was toch verschrikkelijk. Die meiden hadden al lang weg moeten gaan. Die meiden hebben een medaille gewonnen en dan worden ze in jouw programma worden ze nog eens geschoffeerd. Al wat er gebeurt als ze een zeepje laten vallen. Maar Maarten, mag ik jou één vraag stellen? Maarten, mag ik echt een vraag stellen? Die paparazzi, weet je wel. Ik wil je één vraag stellen, Maarten. Die tegen mij altijd vertelt van de laatste tijd kom je niet zo vaak meer op de buis. Nee, gelukkig niet, zeg. Maarten. Al die troep die jullie uitzenden. Maarten, doe eens rustig. Ik wil je één vraag stellen. Hoe komt het, en misschien kan je dat verklaren, dat mensen van jouw generatie die in de showbiz gezeten hebben, hè? Dus die in de showbiz of ik zitten. Ik heb nog nooit in de showbiz gezeten. Of, nou, je bent acteur geweest, geloof ik. Je bent echt... Stel je nou niet op als een of andere kunstenaar of zo die je bent. Je bent ook maar acteur en je bent er om mensen, hè, naar je films te laten kijken. Ik ben ook kunstenaar. Ik bedoel, dat maak jij er maar weer van. Alright, Maarten, maar hoe kan het dat mensen van jouw generatie altijd zeggen over mijn gasten, ze moeten weglopen en bla bla bla. Terwijl alle gasten die komen van de nieuwe generatie, laat ik maar zo zeggen, die vinden het allemaal leuk. En ik begrijp daadwerkelijk, ik snap intellectueel niet, ik begrijp niet rationeel hoe jullie erop komen dat deze mensen afgezekerd worden of dat ze weg moeten lopen. Zij vinden het zelf leuk, ik vind het leuk, er zijn honderdduizenden mensen die zitten daar te kijken, vinden het leuk, maar mensen van jouw generatie begrijpen het niet. Er is echt een generatiekloof. Punt 1 hoorde ik jou net het woord intellectueel zeggen. Intellectueel, dat moet je laten, dat moet je gewoon laten. Dat woord moet jij niet in je mond nemen. Oh, nou denk je dat je me daarmee raakt? Omdat jullie in Amsterdam met de grachtengordel... Oh, begint die weer over de grachtengordel altijd hetzelfde. Ja, maar jij bent dat intellectueel... Ik niet eens in de grachtengordel. Zo dom, om als ik het woord intellectueel... Ik taart met die volgevreten kop van jou bij mijn aangevallen. Om je een beter buiten raken. Nou, daar raakte ik, en het was geen herfst, daar raakte ik ook van in een depressie. Maar het is zo voorspelbaar voor jou dan weer, omdat je moet het woord intellectueel niet in de mond nemen. Snap je eigen voorspelbaarheid van mensen van jullie generatie? Voorlopig praat jij bekakter als ik, hoor. Voorspelbaar. Ik wist toen ik het woord intellectueel gebruikte, wist ik dat jij daarop ingeraakt. Jullie zijn zo voorspelbaar. Weet je wat jij moet doen? Je moet lekker intellectueel gaan praten op jouw niveau met Kim Holland en consorten. Wat is er mis met... voor niks in jouw kutprogramma komen. Kutprogramma. Ja, tuurlijk. Je hebt het alleen maar over kut. Wat ben je toch onbeschoft? Zo verwijt je mij gewoon platheid en dat ze in de koor jou maar kut dit en kut zo en de dikke, vette, volgevreten rotkop. Hoe moet je jouw programma anders noemen als een kutprogramma? Een kutprogramma met je dikke, volgevreten rotkop. Jij hebt het allemaal een beetje lekker. Programma zelf dan? Ik vind het een fantastisch programma. Ik ben trots op mijn programma. Ik ben trots.
Oh, wat erg. Ben je echt trots op je programma? Trots? Kijk je wel eens terug ook? Ja. Fantastisch. Leukste. Schaam je dan niet? Nee, ik vind het leukste wat er op de tv is. Meen je dat nou? Ja, absoluut. Ik ben daar heel trots op. Ik ben trots op de mensen. Mensen van mijn generatie, ja? die vinden het snappen daar inderdaad niets van. Daar heb je volkomen gelijk in. Ja, maar snap jij nou niet dat als je jezelf nu hoort praten, en je hoort dus wat ik zeg over die nieuwe generatie, moet je eens nadenken, toen jij zeg 30 was of 20 en jong, en toen, hoe oude lullen je die gasten van 50 en 60 vond, die het niet begrepen wat jij leuk vond toen de tijd. Oh, jij, maar dat ben je nu zelf ook geworden. Jij vindt mensen van 50, 60 via oude lullen. Nou, zeker als ik jou zo hoor praten over iets wat wij met z'n allen leuk vinden. Daarom heb je allemaal van die frisse jonge mensen in de studio. Afgelik de boterham van een Kim Holland. Patty Bart, die een soort vaste gast werd. Patty is leuk. Uit, man. Patty Bart, die... Vind je dat niet lachen, altijd, Patty? Schandelijk wat ze in de nieuwe revue weer over Brandsteder heb gezegd. Dat hij een hondenpikkie had. Wat goedkoop. Maarten. Blauw en stomp. Wie denkt Ron Brandsteder wel dat hij... Nou, als je zo verlaagt... Ze hebben het pas nog goed gemaakt met die Ron Brandsteder. En dan om hem zo de grond in te boren. Deze man die ons zoveel plezier heeft gebracht. Ja. Kijk, en dat is toevallig wel van mijn generatie dan. Ja. Maar ik ben ook fan van Ron. Ik vind Ron hartstikke leuk. Ik ben blij dat hij weer terug is op tv. Nou, laten we daar in elk geval inderdaad blij om zijn. Dat het niet alleen maar programma's zijn van Jens in de middag en zo. Maar dat we ook nog de showbiz quiz hebben. De showbiz quiz. Het programma wat hij nu doet. Met die prachtige danseressen. Hey, ben jij nog met... Wat zit jij nou weer te romantiseren, dat hele... Ja, dans. Ik ben van die generatie, Robert. Die dat mooi vinden. Ik ben een fan van Ron Brandsteden. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig, Maarten. We hebben nu weer gratis kwartier amusement, hè? Ja, daar wil ik nog eventjes... Je wil het over geld hebben, ja? Nee, geld. Waar verdien jij je geld mee tegenwoordig? Heb je nog iets wat er aan zit te komen waar we naar uit kunnen kijken? Helemaal niks. Een boek of zo wat je moet verkopen? Of een boek of een ding of een... Nee, nou, als dat zo is, dan gaat het je nog niks aan. Mag ik je wel één ding vragen nog even? Ja, nog één ding. Je zou maar net een half uur geleden wilde ik maar één ding vragen. Ik ben alweer veel te lang onderdeel van dit programma. Maar het is toch leuk dat we even praten met elkaar. Maar vind jij Jan Paparazzi nou meer waarde hebben bij mijn tv-show? Meer waarde, Jan Paparazzi. Je mag het eerlijk zeggen, Maarten. Jan Paparazzi heeft alleen maar meer waarde als hij langer dan een uur onder een waterlelie gaat zitten. Is dat duidelijk? Nee, maar... Meer vragen beantwoord ik niet. Meer vragen beantwoord. Maarten, leuk je gesproken te hebben. Typisch Maarten, op een dubbele whisky. Ik denk, ik gooi mezelf ook even in de strijd. Ja. Kijk hoe dat gaat. Maar dan, hij ziet alles. Ja. Ja, joh, maar hij heeft niks te doen verder. Nee, dat is waar. Hij loopt naar de Gal en Gal. Hebben we hem niet gestoord bij Esther World Turns? Kan je later terugbellen? Ik zit Esther World Turns te kijken. Oh nee. Nou ja, maar ik denk toch dat hij het stiekem heel leuk vindt. Ik denk het ook wel, ja. Nou, hij vindt het sowieso intrigerend. Ja. Hij gaat het niet uit de weg of zo. Terwijl hij al bijna 60 is, hè, Maarten? Is dat zo? Ja, dat is oude knar, hoor. Hij kan goed lullen. Ja. Goed lullen. Maar ja, het is te verleidelijk voor hem om die telefoon op te pakken. Ja. Dat vind ik zo raar. Ja. Of hij schrikt ervan dat hij nog gaat, weet je wel. Dubbele whisky ingeschonken. Voor de herfstspecial. Maar hij neemt altijd op. Hij is er altijd thuis. Heb je ooit wel eens auto's gebeld en hij was er niet? Nee, hij is er altijd. Lachen. Maarten Spanje. Nou, de herfstspecial. Ik denk dat hij maandag verder gaat. Ik denk het ook. Misschien kunt u uw verstand gebruiken als u uw vingers ergens opdrukt. U heeft de stem van een heel dom iemand. En u heeft de stem van een kutwijf. Dat was weer een typische Maarten Spanjer belletje.